coiffeur zat ons gevazen aan taart. Die schonken bier gaat lauw in uit een flesje. Gevochten dat er weer, zo'n al met patatemesjes. Ons vermoed is op, is graaf al verliefden. De naam Fixkes lag in balans met de naam Shaggy en de Neukteugels, maar dat was toch meer op een fout moment, denk ik. Ik heb dat echt wel in mijn kop gehad, ik vond dat gewoon een fantastische naam, maar ja, dan denk ik wel dat je het carnavaliske iets moeilijker overstijgt dan met de naam Fixkes. Dus. Maar dat is gewoon, dat was eigenlijk de naam van een vroegere groep, ook al een beetje. Dus een groep waarmee ik met mijn broer speelde, de drummer, die zijn bijnaam is Shaggy. En de rest van de groep, dat zijn eigenlijk allemaal van die Neukteugels. Dus die groep is nooit de garage uitgeraakt, dus we hadden eigenlijk nooit echt een naam nodig. En zo de werktitel was Shaggy en de Neukteugels. We hebben heel wat te denken aan MySpace, maar soms wordt dat wel overschat, denk ik. Dus we hebben direct onze demo, we bestonden een week en hebben we een demo gemaakt en die direct op MySpace gegooid. En dat begon er heel snel te werken. We hebben er optredens aan overgehouden. We hebben onder meer, we zijn dankzij MySpace gevraagd door Stijn als voorprogramma, nu een jaar geleden, door Vlaanderen en Nederland. Ik heb ons nog nooit live gezien, alleen op MySpace gehoord. We hebben ook wel veel fans gewonnen dankzij MySpace. Maar op dat moment dachten we dat het heel belangrijk was. Maar dan hebben we de single opgenomen, ik vraag het aan. En die zijn direct opgepikt door Studio Brussel en Radio 1. En dan merk je wel wat dat is. Wat ik zelf leuk vind, is we hebben eigenlijk altijd, omdat we nog maar 2 jaar bezig zijn, altijd nummers moeten bijschrijven en er kroop heel veel tijd in. En dat ging ook wel live bijvoorbeeld ten koste van de nummers die er al waren, want we moesten nieuwe nummers repeteren. Terwijl we die oude waren af en toe wel dingen waar ik misschien niet helemaal tevreden mee was. Maar er was gewoon geen tijd om eraan te werken. En na de festivalzomer hebben we dan eindelijk een maand en een week of zoiets de tijd gehad dat we niet speelden. En de tijd gaat om gewoon ook aan de andere nummers te werken. En nu we met de tournee zijn begonnen, dan heb ik het gevoel dat alles een beetje in zijn plooi is aan het vallen. Wakker worden en nog kunnen blijven liggen. De eerste kopie van de dag. Van het vooruitzicht van een auteursrechtencheck. Maar die is er pas volgende zomer. Dus op dit moment leef ik eigenlijk van de spaarcenten. En van mijn vrouw. En een beetje van de inkomsten van de optredens. Maar eigenlijk valt dat ook wel tegen, omdat je veel vaste kosten hebt van roadie en geluidsmensen. En dat je dan uiteindelijk nog moet delen door 6. Dus dat valt wel tegen. We hebben ook bijvoorbeeld de fees van de zomer geïnvesteerd in de cd. Wat we wil zeggen, het voordeel is dan dat we nu bijvoorbeeld, we zijn schuldenvrij, we hebben de cd moeten kunnen betalen. Dus de inkomsten van de cd, dat is pure winst. Maar ja, dat is ook weer zoiets. Wanneer gaan we dat zien? Ik weet dat niet. Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal, zo simpel.
simpel als ik graag gedaan. Graag gedaan. Voor ons was het heel duidelijk dat ik Vraag het aan de eerste single moest worden. Alleen maar om gewoon de titel Vraag het aan, maak ik binnen, maak ik binnen. Dat was gewoon, dat leek ons de perfecte opener voor Fixkes. Dus op dat moment, we hebben die uitgebracht in februari dit jaar. En toen bestonden we een jaar en een maand of vier. Dus het was de eerste en het was de meest logische voor ons om die uit te brengen. Dus het was geen andere keuze. Uitruimen, wat van onze komen daar. Waar geen cd's, geen mp3's, alleen maar wat cassettes. En buurman, wat doet u nu? Voor ons allereerste tijdjes. Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal. Zo simpel als ik vraag het dan, vraag het dan. Ik denk niet dat het buitenland voor ons is weggelegd. Maar zoiets weet je natuurlijk nooit. Hè. We hebben iemand ontmoet die kwam van Indonesië en die ging een zelfstandig platenlabel oprichten. En die was geïnteresseerd in onze muziek. En dan dachten we ook van ja, we zetten mij aan het zwanzen, maar die bleek echt wel geïnteresseerd. Of dat er nu ooit iets van komt, maakt mij op zich niet uit. En als het er van komt, zal het ook over 3 cd's zijn, dat weet ik zelf ook wel. Maar je weet dat gewoon nooit. Maar nuchter bekeken, kun je niet verwachten dat wij verder mogen kijken dan Nederland. En Nederland is sowieso moeilijk genoeg. Iets kunnen betekenen als Vlaming, denk ik. Wat ik mij trouwens al afgevraagd heb, maar nog altijd vergeten te vragen. Is er nog iemand begin in de 30? De reflex op een tennisraket was een afwijking van mij of tegen God dat ook. Dat is niet meer overtuigend. Zo, de reflex van round round. Oké, dat is wel. Wat gaan ze alweer samen?